slaapje jojo. En ik mag de gordijntjes open doen. Zo is het goed, hè? Nee. Nee? Wat dan? Oh, nog een gordijntje. Oh, zeg dat dan. En ik mag ook nog bellen dat het begint. Wacht even, daar kom ik. Tingeling! De poppenkast gaat beginnen van Kato en van kabouter Wouter. De kaboutervoorstelling in de Tipi-tent is slechts een van de ruim 100 activiteiten. 40 locaties in de regio Arnhem met als thema dit jaar dieren. Kwak, kwak, kwak. Leuk, hè? De steile tuin in Sonsbeekpark staat in het teken van kabouters. Dit decor geldt als voorloper van het Sprookjesfestival dat vorig jaar meer dan 30.000 bezoekers trok. Ik heb nou al gemerkt dat we hebben een opening gedaan, Sprookjesparade, door de binnenstad van Arnhem. Dat daar zoveel belangstelling voor was dat ik denk dat we er wel overheen gaan komen. Dus we zitten op de goede weg. Hoi, ik ben kabouter Kato. Wil jij dat deurtje openmaken? Hallo, wat ben jij mooi. Ze vinden het ook heel spannend, want kijk, ik ben natuurlijk geen klein kaboutertje. Ik ben ook echt groot en dan als je naar ze toe loopt, moet je echt een beetje met een diertje doen. Of met een poppenkastpop, of met een verhaaltje. Koek, koek. En dan komen ze los en dan gaat het beter. We hebben van een toverbes gesnoept. En toen werden we van zo klein, gingen we groeien. Tot we zo groot als een mens werden. Nou, dat is natuurlijk wel een beetje jammer, want dan passen we helemaal niet meer in de kabouterhuisjes. Het is een soort een beleving, een fantasie. En dat willen we met het Sprookjesfestival ook vertellen. De doelgroep is van 2 tot en met 12, maar ook volwassenen keren deze week voor even terug in de fantasiewereld van een kind. Door me in te beelden, in te leven, dat ik een kabouter ben. En dat ik in een kabouterhuisje zit en op een bankje zit en in een slaapkamertje slaap. En ja, zo beleef ik dat weer. Ja. Mijn fantasie gaat weer helemaal spelen. De laagdrempeligheid, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Maar ook het buiten zijn en de natuur, zeg maar, dat is eigenlijk het beleven is het belangrijkste. Dat is het succes van het Sprookjesfestival. Ja, want ik zie ook bij het knutselen dat heel veel moeders, vaders meeknutselen en zeggen heel erg druk zijn met kinderen. En dat is ook natuurlijk heel leuk in deze tijd dat kinderen veel met computers zijn, maar dat je ook ziet dat vaders en moeders weer iets doen met kinderen. Ja, we leven in een tijd dat alles een beetje rationeel is en dat allemaal groter en groter moet. Maar hier zie je de kleinschaligheid, hoe je ook plezier kan hebben aan hele kleine dingetjes. Kijk maar naar die kleine snoepjes die daar liggen en zo. Dus voor kinderen is het ideaal. En ik mag in de mutsenkraam helpen, mutsen verkopen. Nou, vind ik niet leuk, ik wil met je spelen. En als je niet met me speelt, Kato, dan ben je niet meer mijn vriendinnetje, hoor. Ik heb heel veel vriendjes, dierenvriendjes ook nog eens een keer. Dag, Kato. Het was een gat in de markt. Het was eigenlijk heel eenvoudig, Sprookjesfestival. Ik dacht dat daar nog nooit iemand is opgekomen, maar en dat er zoveel mensen mee meedoen ook. Zoveel instellingen, zoveel kunstenaars. Dus dat is het succes, denk ik. Goed zo. Hier gaan kinderen een heksendrank maken, waardoor ze vanavond kunnen praten met hun knuffels. En ik zeg ze er wel bij dat ze ook een beetje fantasie moeten hebben en goed moeten luisteren. En het leukste is dat ze hier met kikkerslijm werken, drakenschimmel, uilenplas. Ze mogen een beetje vieze woorden gebruiken. Het stinkt, dingen gaan borrelen, van kleur veranderen. En ze moeten steeds zoeken tussen de spinnenwebben. En dat is gewoon heel spannend. Steeds het ontdekken van die kinderen. En ja, dat vind ik gewoon het spannendste. Je bent echt een heksendrankje aan het maken? Ja! Ja, super betoverde heksendrank. Het Sprookjesfestival draait nog op volle toeren tot en met zondagmiddag.